Kijkers van Look TV, welkom bij deze uitzending van Stadserf. Nou, we zitten in een periode van warmte. Wat heet warm? Het is zeer warm, maar aan de andere kant, dan moet je ook niet klagen. We gaan vandaag praten met wethouder Mostert, ook een nieuwe wethouder. Was natuurlijk al lang raadslid, maar is nu wethouder geworden. Meneer Mostert, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dit is het ultieme leven. He, alleen nog een wielerronde of een voetbalwedstrijd en dan kunnen we s'avonds aan zo'n tafeltje een beetje bijpraten. Dit is perfect, maar we moeten niet de indruk wekken natuurlijk dat ik dat elke beetje... middag zo aan een tafeltje kan zitten. Dat wordt heel hard gewerkt. Sowieso. Meneer Mostert, u bent wethouder geworden, onder andere van Financiën. Ja. Maar u heeft ook andere zaken in uw portefeuille. Alleen het bizarre is, wanneer je over de financiën gaat in een stad, dan word je daar denk ik toch het meest op aangesproken. Want dat is de grootste zorg. Dat is wel de grootste zorg. Ik vraag me wel altijd af of het ook de grootste belangstelling van de mensen heeft. Het is natuurlijk heel veel technisch werk. Er is veel bureauwerk, veel intern overleg. Ik word natuurlijk zelden opgebeld of benaderd door een belangstellende burger van Schiedam. Met een financiële vraag. Ja. Dus de uitkomst van wat ik doe is wel van belang voor iedereen. Ja. Maar als ik met dat werk bezig ben, dan heeft dat even niet veel aandacht of belangstelling. Dan krijg ik meer vragen over sport en recreatie, wat ook in mijn portefeuille zit, dan over de financiën aan zich. Ja. Ik krijg ook meer vragen over het grondbedrijf. Hè, de commotie over de erfpacht bijvoorbeeld. Maar... zoals echte Hollanders betaamt, het geld is natuurlijk voor iedereen belangrijk, daar moeten we ook over praten. Wat heeft u aangetrokken om die post te nemen, financiën? Want dan haal je je wel wat op je hals. Ja, dat is zeker waar. Nou, los van het feit dat ik vind dat je heel zorgvuldig moet omgaan met het geld dat van iedereen is, met het gemeenschapsgeld. Daar zie ik een hoge opdracht in, om dat op een goede manier neer te zetten. Vind ik ook het onderwerp op zich spannend. Mm-hmm. Zonder geld... kun je niet tot actie overgaan. Je kunt de mooiste plannen bedenken, maar als daar niet een voldoende financiering onder ligt, dan gebeurt er niks. Dan wordt er geen steen gemetseld, dan wordt er geen kuil gegraven. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat je financiën op orde hebt, zodat je vervolgens ook mooie dingen voor de stad kunt doen. Ja. Nou ja, dat bepaalt de aantrekkingskracht van financiën voor mij. Ik vind dat... Nou, is het zo dat... normaal gesproken, elke 4 jaar zijn er verkiezingen. Ja. Dan komt er een nieuwe wethouder of een wethouder gaat door. Maar in dit geval, u neemt het over van iemand anders. Ja. Wethouder Sullier heeft de financiën gedaan voor Schiedam. Ik kan me wel voorstellen dat u samen met de heer Sullier toch eens even om de tafel heeft gekeken. En het huishoudboekje van Schiedam. Want u neemt wel wat over. Dat klopt. En je kan natuurlijk, om het grof te zeggen, ook een zeepet overnemen. Hoe dek je je daartegen in? Nou, als je van tevoren wilt indekken... dus met zo'n instelling aan een college wilt deelnemen, dan denk ik dat dat niet de goede instelling is. Je moet ervan uitgaan dat je collegiaal met elkaar de zaak gaat runnen. Je verdeelt in dat verband de portefeuilles, maar je bent en blijft samen verantwoordelijk voor het totale beleid. Dat is collegiaal bestuur en ik dacht dat we dat in Schiedam hadden. Dus ik ga om te beginnen. Ben ik er niet van uitgegaan dat er nog lijken in de kast waren? Nee. Nou, vervolgens heb je je overdracht, je overdrachtsdossier. Dus je spreekt over heel veel dingen. Ik ben goed ingewerkt. Dat gebeurt trouwens nu nog. Dat is heel raar. Aan de ene kant ben je gelijk 100% wethouder op de eerste dag. Maar aan de andere kant word je behoorlijk ingewerkt. En dat nadert nu als een afronding. Maar dat gebeurt nog steeds. En los daarvan, los van die overdracht, los van die gesprekken die je natuurlijk met elkaar hebt, zit je met elkaar in een college en Sullier zit 1 stoel verder. Mm-hmm. En 2 kamers, kamerdeuren verder. En als er wat is, dan is er natuurlijk onderling overleg. Ja. Nou gaan we het niet heel uitgebreid over de keuken hebben van het financiële gedeelte in Schiedam. Maar hoe wordt u nou op de hoogte gehouden van hoe Schiedam er financieel voor staat? Zijn daar mensen voor die elke dag even tegen u zeggen... nou, meneer Mostert, dit is eruit gegaan gisteren en dit is erin gekomen? Nee, zo gaat dat niet. Zou wel mooi zijn, maar dat is iets te simpel. Dat is iets te simpel. Nee, je zet beleid uit als college en dat is... Dat is natuurlijk voor dit jaar al gebeurd, zeg maar. Dat heb ik met belangstelling vanuit de raad mogen volgen. En nu zit je zelf aan het stuur. Dat beleid dat wordt gevestigd. Je hebt een kader waarbinnen uitgaven gedaan kunnen worden. Als je daarvan afwijkt, of zou moeten wijken, dan moeten wij dat ook aan de raad mededelen. Dus ook de raad weet binnen welk kader wij het geld gaan uitgeven. Mm-hmm. En als wij denken dat we daar buiten moeten treden, dan gaan we eerst naar de raad toe om te vragen of dat kan of dat mag. Dus de raad is een belangrijke waakhond in dat verband. Maar je zit heel erg binnen een bepaald kader. Je kunt niet zomaar de ene dag dit doen en de andere dag iets anders. Dat kan absoluut niet. Het is niet zo dat ik van dag tot dag een seintje krijg wat er nu weer op de bankrekening staat. Zo eenvoudig werkt dat natuurlijk niet.
Ik zit aan het einde van de lijn. Je moet dat zien als een soort piramide. Er werken heel veel mensen in die piramide op verschillende lagen. Ja. En ik zit in het puntje aan de top. Ja. En dan krijg je dat soort detailinformatie, krijg je niet dagelijks aangereikt. Nee. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat u af en toe eens gewoon een steekproef neemt. Of dat u denkt van nou, ik wandel eens naar binnen en dan gewoon eens eventjes over de schouders meekijkt. Want dan voorkom je natuurlijk ook een beetje achteraf dat mensen zeggen van... ja, maar waarom heeft die wethouder niet ingegrepen? Het glipte financieel uit de vingers. Ik word uitermate goed op de hoogte gehouden door de ambtenaren die in een bepaald cluster zitten. Het cluster dat zich met financiën bezighoudt. En ik word goed door hen op de hoogte gehouden. Ja. En zij stellen mij van iedere afwijking, van wat buiten het kader valt, wat opvallend is op de hoogte. Daar heb ik geen enkele twijfel. Daar heb ik heel goede ervaringen tot nu toe mee opgedaan. En ik ga er gewoon vanuit. En ik zal er ook voor zorgen dat het zo blijft. Maar ambtenaren houden mij wat dat betreft scherp. En ik kan gewoon niet alle rekeningen zelf bekijken. Nee, dat zou een beetje s'ochtends aan de giro niet. Dat mag u niet van mij verwachten dat ik de enveloppen open, de giro-enveloppen, om te kijken wat er nu is gebeurd. Het is in die zin is het een bedrijf. Ja. Er zijn heel veel mensen die nuttige dingen daarin doen. En uiteindelijk komt de informatie die ik beschikbaar moet hebben als wethouder, die komt ook naar me toe en die komt tijdig naar mij toe. Ja. En dat gaat goed. Ja, ik zeg het, soms word je wel eens verrast. Hè. We lezen nu van de DSB-bank en dan zou je toch denken, dat zijn toch grote jongens, dat zijn grote zaken. Er stond vanochtend in de krant wat daar allemaal fout is gegaan. En daarvoor denk ik altijd van, ja, wat er in het groot fout kan gaan, kan ook in het klein natuurlijk gebeuren. Maar, De vergelijking met de DSB-bank gaat niet op. Hè. Dat begrijp ik. Wij zijn een publiek orgaan, het is transparant. De raad volgt ons nauwlettend, controleert ons. Wij moeten geregeld met documenten naar de raad toe. Ja. We moeten beleidkaders aanbieden aan de raad. Dus het is helemaal geen vergelijk met een bank. Dus proeft u trouwens nu al een kritische raad die scherp meekijkt over uw schouder? Dit is een zeer alerte raad, moet ik zeggen. Ja, want dat is hun taak. Hè? Ze moeten gewoon in de gaten houden. En daar ben ik ook heel blij mee. Ja, daarom. Ja. Want anders dan loopt het misschien alsnog anders. Ja. In tegenstelling tot de wethouder Hekman heb ik toch al wat onderwerpen voor u. Wat uit het vorige college door is gegaan, dat is een beetje de zorgen die op het ogenblik... er zijn over het gebied Schieveste en Gusto. Ja. Daar zijn miljoenen mee gemoeid. Die miljoenen die zijn volgens sommige mensen verloren gegaan door foute beslissingen. De gemeente Schiedam is daar financieel niet vrolijker van geworden, zou ik maar zeggen, in de portemonnee. Nee. Er komt nu zelfs een commissie om te kijken of alles wel goed is gegaan. Waar de fouten zijn gemaakt, wie de fouten heeft gemaakt. Hoe bekijkt u dat als wethouder van Financiën? Zit u daar bovenop? Nou, ik zit er nu op enige afstand van, moet ik zeggen. De zaak is nu aan de raad. Er is een onderzoek door Deloitte ingesteld naar de gang van zaken op twee grondexploitaties. Dat betrof enerzijds Schieveste en anderzijds het Gusto-terrein. Daar is uitgebreid rapportage over uitgebracht aan de raad. Een samenvatting daarvan is openbaar gemaakt. We hebben ook over die samenvatting in het openbaar gesproken. Daar is al een vergadering aan gewijd. Ja. En dat was op 27 mei. En de raad heeft nu, als ik het goed begrepen heb, of gaat besluiten om een enquête in te stellen. Dat is een officieel onderzoek naar met name het gebied Gusto-terrein. Voor Schieveste acht men dat nu nog niet aan de orde. Wel heeft de raad nog een aantal vragen aan het college te stellen over Schieveste. Die zal de raad ook stellen, neem ik aan. En vervolgens zal de raad besluiten hoe met de Schieveste uiteindelijk wordt omgegaan. Maar voor het Gusto-terrein is het voornemen om daar een raadsenquête, een raadsonderzoek te houden. Maar dat ligt nu wel bij de raad en ik volg dat natuurlijk met grote belangstelling. Ja. Maar wat dat betreft is het even uit mijn handen. Ja. Wat te doen wanneer er blijkt dat er financiële blunders zijn gemaakt? Kunt u dan nog wat doen of zegt u van ja, dat is in vorige periode gebeurd. Ik moet alleen maar zorgen dat die blunders financieel weer glad gestreken worden. Nou, je hebt de doorlopende verantwoordelijkheid. Hè? Dus ja. U zult van mij nooit horen van nou, wij hebben het goed op orde en een andere wethouder heeft het fout gedaan. Nee, je houdt de verantwoordelijkheid. Ik ben nu verantwoordelijk voor dit soort zaken. Dus ja, als daar meer informatie uitkomt dan dat we nu weten. Want zoals gezegd, Deloitte heeft al een onderzoek ingesteld. Er zijn heel veel vragen aan Deloitte meegegeven. Ja. Er zijn ook flink wat antwoorden gekomen. Zij het niet op elke vraag, maar het heeft al flink wat opgeleverd. Als er nieuwe informatie komt uit die raadsenquête, dan zullen wij er natuurlijk adequaat aangepast op reageren. Ja. Nou was het zo dat die uitkomsten van Deloitte, die zijn geheim. Die mogen niet gepubliceerd worden. Nou komt er een enquête. Pleit u wat die enquête betreft dan wel voor openheid? En gewoon dat iedereen daar inzicht in krijgt? Ja, uiteindelijk is dat ook aan de raad. Maar ja, ik,
ik meen toch dat dat moeilijk geheim te houden is. Hè? Als ik zo de wet en regelgeving daarvoor even zo laat passeren. Mm-hmm. Daar gelden specifieke eisen voor, specifieke regels voor. Maar uiteindelijk is het de raad die besluit hoe openbaar ze zullen zijn met hun hoorzittingen. Want er worden hearings dan georganiseerd, dat hoort erbij. Er worden mensen geïnterviewd. En in hoeverre en in welke mate dat openbaar zal zijn, dat is toch aan de raad om dat te besluiten. Daar ga ik dus nu niet over. Nee, want u mag niet meer vanuit de raad meedenken. U zit aan de andere kant van de tafel. Ja. Is dat trouwens vreemd om aan de andere kant van de tafel te zitten? Dat vroeg ik aan de heer Hekman ook. Ja. De heer Hekman die zei van, je wil zo graag heel veel zeggen, maar dat mag nou niet meer. Ja, ik kom natuurlijk en vanuit de raad en vanuit de oppositie. U gaat zeggen, ik kom vanuit het onderwijs, ik ben gewend om die klas in te kijken. Nou, dat had ik ook kunnen zeggen, maar ik zeg nu wat anders. Ik kom vanuit de oppositie, vanuit de raad. En als oppositiepartij heb je heel veel vrijheid om dingen te zeggen. Omdat je niet bent gebonden aan een coalitieakkoord. Dus het is de ultieme vrijheid. Aan de andere kant is je invloed niet zo ontzettend groot, want je maakt geen deel uit van een coalitie. Nee. Dus het heeft ook wel zijn prijs, die vrijheid. Nou, van die enorme vrijheid, want de afgelopen 4 jaar heeft de VVD in de oppositie gezeten. Ja, kom je nu binnen een coalitie als wethouder te werken. Ja. En dat is 2 keer beperkend natuurlijk, want je moet goed in de gaten houden wat je coalitieakkoord zegt. Mm-hmm. Daar heb je je handtekening onder gezet, dus daar moet je aan houden. En je bent wethouder, dus ja, je hebt heel veel in je hoofd zitten, maar nog niet alles is afgerond, afgewerkt of rijp om daarover te praten. Maar even toch terug naar de vraag. Dat remt je af en toe. Ja, ik wou zeggen, begrijpt u toch niet het gevoel dat u af en toe eens gewoon gelijk wil praten en zeggen van, luister nou eens even mensen, zo en zo is het gewoon. Ja, maar mijn rol is niet alleen om de raad te informeren, maar de raad wil ook, als ik een probleem aankaart, wil de raad terecht van mij weten en hoe gaan we dat probleem oplossen. Ja. Dus alleen maar het signaleren van een probleem, dat is niet voldoende bij deze rol. Ik moet ook kunnen zeggen, dit is een probleem, maar ik stel de raad voor om het als volgt op te lossen. Ja. Terecht verwacht de raad dat van mij. En als ik het tweede deel van dat verhaal niet heb, dan moet ik misschien soms wachten om het probleem te signaleren. Ja. Een heel actueel probleem in Schiedam is op het ogenblik de kanonherziening van de erfpacht van de Botenbuurt. Klopt. Nou, men is boos op u daar, ja. Want u heeft gezegd, ja luister eens, lieve mensen, jullie hebben daarvoor getekend, regels zijn regels. Ja. Kunt u vanuit uw kant uitleggen, even heel eenvoudig en simpel, waarom u meent dat u gelijk heeft, wat daar speelt? Ja, wat aan de orde is nu is een herziening van de erfpachtkanon. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar erfpachters, ik zal het met andere bewoordingen uitleggen. Erfpachters huren, of de erfpachters in de Botenbuurt, huren voor een bepaalde periode telkens grond van de gemeente. En de periode die hier geldt is een periode van 10 jaar. En iedere 10 jaar opnieuw wordt de huurprijs bepaald van die grond. Daar zijn bepaalde regels voor. Mm-hmm. Daar ligt een contract onder. Dat contract teken je ook, dat je voor een bepaald bedrag voor de komende 10 jaar gaat huren. En wat er nu gebeurt is dat we heel goed de regels volgen van het contract. Heel goed het beleid toepassen en zeggen, nou, voor de komende 10 jaar is de prijs in veel gevallen 2 keer hoger dan dat hij in 2000 was. Mm-hmm. Dat men daarvan schrikt, dat begrijp ik wel, want het is 2 keer meer dan in 2000. Maar we volgen wel netjes de regels en we volgen wel netjes het contract dat we ooit hebben afgesloten met die mensen. En wat men nu aanvoert, is dat men vindt dat we de regels niet goed toepassen. Er is overigens een wijziging. Hè? In 1980 is dat opgesteld. Toen was het voor 5 jaar. En in 1990 is dat omgezet dat er per 10 jaar gekeken zou worden wat de nieuwe prijs zou worden. Zit daar ergens de valkuil? Is het daar misgegaan? Nou, achteraf kijkend moet je constateren dat daar mogelijk misverstanden zijn ontstaan bij de mensen die nu klagen. Aanvankelijk hadden we contracten voor 20 jaar. Mm-hmm. Er werd iedere 5 jaar werd de huurprijs wat aangepast. Ja. Maar er zat een maximering aan, die aanpassing om de 5 jaar. Maar ook bij dat contract gold dat aan het eind, na 20 jaar, er definitief een prijs werd vastgesteld. En dan moest je ook echt de hoofdprijs betalen. Ja. Dus in het 5e jaar, in het 10e jaar en het 15e jaar van dat contract was de verhoging beperkt tot maximaal 25%. Maar in het 20e jaar... ja, was de sky the limit. Ja. We hebben toen de mensen in de gelegenheid gesteld om een ander soort contract af te sluiten. Dat is geen verplichting. Mensen die dat wilden, konden in dat 20-jarig systeem blijven zitten. Ja. Maar voor wie dat wilde, die kon eruit stappen en die kon naar het 10-jarig systeem toe dat we een contract, een huurcontract, voor 10 jaar aanboden. Mm-hmm. Daar zat dat stapje van 5 jaar niet meer in. Nee.
Staat ook in het contract. En daar werd gewoon aan het eind van die 10 jaar de nieuwe huurprijs bepaald. En wat de mensen nu zeggen is dat zij dachten dat die tussenstapjes ook nog in dat nieuwe contract waren ingebracht. Maar als ze het contract lezen, dan zien ze daar niks van opgenomen. Het staat er gewoon niet. Nou kan je 2 dingen doen. Ja. Je kan zeggen van, nou, ik ben de wethouder van Financiën. We zitten al niet zo goed in de centjes. Jammer voor die mensen. Regels zijn regels. Zij moeten gewoon betalen. U kunt ook proberen mee te denken vanuit die bewoners. In de zin van, ja, het is toch wel een hele hap als je ineens 2 keer zoveel moet gaan betalen. Gevoelsmatig, waar zit u het meeste? Nou, bij het eerste, niet zozeer omdat we het geld nodig hebben, maar omdat afspraak is. Zo zit ik erin. Het is nu overigens niet de gemeente die vanuit een soort publiekrechtelijke taak met zijn inwoners omgaat. Het is gewoon de grond, niet de huisbaas, maar de grondbaas die een privaatrechtelijk contract heeft afgesloten. Het is helder wat er in dat contract staat. En ja, degene met wie ik dat contract heb afgesloten, die zegt, ja, maar ik wil even niet dat dat contract geldt. En dat is de situatie. Ja. En dan ben ik duidelijk, contract staat, het contract is heel erg helder. En dat moet worden gevolgd. Ja. U bent wethouder van sport. Nou, zullen veel Schiedammers u voor veel en hoog ingeschat hebben. Maar een wethouder van sport, daar zie je toch ineens een sportieve wethouder bij. Is dat maar nou u zo? U blijkt toch op het ogenblik al berucht te zijn bij de sportverenigingen. Is dat leuk om te doen naast die financiële zorg? Want u bent overal te gast. Ja. Dat wordt in u geprezen. Ja, nee, dat, ik ben ook zeer geïnteresseerd natuurlijk. Ja. Laat het helder zijn. En ik vond het ook belangrijk om snel kennis te maken met de sportverenigingen in Schiedam. Ja. Nou, dat hebben we de afgelopen weken ook gedaan. Ik wil even bestrijden dat ik A, niet sportief zou zijn. Wat niet waar. U heeft een sportcarrière achter de rug? Nee, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet sportief... Je kunt iedere dag 10 kilometer wandelen. Dan ben je niet lid van een of andere vereniging. Dan ben je toch uitermate sportief bezig. Dus ik wil even bestrijden dat ik niet sportief zou zijn. En ik wil bestrijden dat je alleen maar een goed wethouder sport en recreatie kan zijn... als je van 3 verenigingen lid bent. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus geen Erika Terpstra-syndroom? Dat hoeft toch niet? Nee, dat hoeft niet. Voor mij hoeft het niet. Nee, maar het om gaat is dat je oprecht geïnteresseerd bent. Dat je het een belangrijk veld vindt. En sport is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zeker in Schiedam. We hebben een grote geschiedenis. Ja. Wat is het, even terug naar de vraag, hè. Wat is er met name het leuke aan dat zware onderwerp over die centjes van Schiedam, om de clubs in Schiedam er ook bij te doen in uw portefeuille? Wat trekt u daarin aan? Nou, ik vind sport ongelooflijk belangrijk. Wat ik net zei, hè, financiën, dat is toch heel veel bureauwerk. En de uitkomst van al dat denk- en rekenwerk, dat is van belang voor heel Schiedam. En dan wil iedereen horen wat we bedacht hebben. Ja. Maar in het proces zelf ben je erg met je ambtenaren bezig en met leden van het college. En ik ga niet iedere week de staat op om over financiën te spreken. Nee. En ik vond het wel belangrijk om contact te houden met de inwoners van Schiedam. En ik heb daarbij sport en recreatie gekozen, omdat ik het veld ook daar heel erg interessant vind. Ja. Sport is leuk om te doen. Zeker. Maar het is ook maatschappelijk van groot belang. De sociale cohesie, de samenhang wordt daardoor bevorderd. Ja. En ook de volksgezondheid. We lezen van alles over overgewicht bij kinderen. Ja. En iedere keer wordt in al die rapporten van overgewicht wordt ook nog het belang van sporten en bewegen genoemd. Ja. Dus dat is ook nog het belang van deze portefeuille. Dus ik heb heel bewust om die redenen, meervoud, deze portefeuille gekozen. Ja. Toch ontkomt u ook niet aan de minder prettige kant van het wethouden van sport zijn. Er moet geïnvesteerd worden in nieuwe sportterreinen. Ja. We hebben de hele discussie van VVK Spaland achter de rug. Er is een aantal kleine sportverenigingen waarvan mensen zeggen, ja, heeft dat nou nog zin om met 3 elftalletjes een competitie op te zetten? Er moeten wellicht verenigingen naar andere locaties toe. Daar wordt al heel lang over gedaan. Ja. En eigenlijk kijkt iedereen verlangend uit naar degene die knip is gaat maken en die beslissingen gaat nemen. Ja. Zullen we het nog niet eens hebben over fusies tussen Asfion en Spirit en Cricket, Hermes en Excelsior. Want dan moet je rennen voor je leven wanneer je dat in Schiedam wil bespreken. Maar die knip maken, verenigingen naar andere terreinen sturen. Ja. Gaat u dat wel doen? Ja. Ja. Ja, dat is een goede. Ja, ik kan natuurlijk een heel lang antwoord geven. Dat ga ik nu ook wel doen. Maar om heel concreet in het dat is ook bepaald. We hebben gezegd om maar eens naar Sportpark Ketel te kijken. Na 2013 speelt geen vereniging meer op Sportpark Ketel. We kijken vervolgens wat we met dat terrein gaan doen. Maar er zijn ook andere wethouders, portefeuilles bij betrokken. Maar in concreto betekent dat SC Spaland en VVK niet meer zullen spelen op Sportpark Ketel na 2013.
Er is nu een sterke voorkeur om beide verenigingen te gaan huisvesten op Sportpark Harrega. Omdat daar gewoonweg de ruimte lijkt te zijn, Sportpark Teurleden. Als je één, maar ook twee keer kijkt, dan is dat heel moeilijk om daar nieuwe verenigingen in te passen. Dus er is de richting is nu Sportpark Harrega. Daarover heb ik overigens gisteravond, dat was een informatiebijeenkomst. Voor de gebruikers van Sportpark Harrega en de toekomstige gebruikers van Sportpark Harrega. Om te vertellen wat, op welke manier we met hen in gesprek gaan. De komende 12 maanden zullen we met gebruikers en toekomstige gebruikers van Harrega in gesprek gaan. Om te kijken wat daar de wensen, de ambities zijn. Om vervolgens in de zomer van 2011 met een meer concreet plan te komen. Ja. Want dan wilt u die verdeling maken. Dan vanaf dat seizoen, 2011-12, gaan verenigingen op andere terreinen spelen of bestaan misschien helemaal niet meer? Nou, dat zou wel eens te vroeg kunnen zijn. Wellicht dat we ook al naar 2012 moeten kijken, want de tijd gaat snel. We nemen 12 maanden de tijd om de zaak te inventariseren en in gesprek te gaan met gebruikers en toekomstige gebruikers van Harrega. Dat mondt uit in een document. Ja. Nou, dit hebben de interviews opgeleverd. Wij zetten daar onze visie tegenaan en we gaan in de zomer van 2011 verder met u in gesprek. Maar de uitwerking die er dan nog komt, ja, dat gaat pas in de loop van 2012 op zijn vroeg zijn beslag krijgen. Ja. Ja. Ik wil dat afronden met een lichte beschouwing. Ik kreeg vorige keer wethouder Hekman aan de tafel. En toen heb ik op het eind gezegd, we zijn in Schiedam natuurlijk bezig om die stad te promoten. Sinterklaas is geweest, de Giro is geweest. Ja. En dat is leuk voor een deel van de mensen uit Schiedam. Ja. En toen heb ik tegen wethouder Hekman ook gezegd, bent u zich van bewust dat er een heel groot deel van Schiedammers niet in die euforie meegaat? Die hebben zorgen, die zijn hun baan kwijtgeraakt, andere problemen. Ja. Van de week werd ik door iemand aangesproken die zei, nou, dat waren nou eens dat gesprek, dat laatste stukje, want Hekman zei ook terecht van, ja, die moeten we natuurlijk niet vergeten. 2011 en 12, dat gaan zeer magere jaren worden. Ja. Gaan er in Schiedam wat dat betreft voor mensen die al in de problemen zitten, gaat het nog zwaarder worden? Kunt u als gemeente met uw collega's daar het uiterste aan doen? Nou, in het coalitieakkoord, en dat heeft u ongetwijfeld gelezen, staat dat grote bezuinigingen op ons afkomen. Dus wij moeten daar goed over nadenken hoe we die bezuinigingen gaan doorvoeren. Daar is geen enkel onderwerp taboe. Ook dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar, en dat staat ook in het coalitieakkoord, we zullen het zoveel mogelijk proberen om de kwetsbare groepen in de Schiedamse samenleving te ontzien. Dat staat helder in het coalitieakkoord. En u zult deze wethouder ook niet anders horen beweren. Nee. Maar daar komt niet alleen op Schiedam, maar op alle steden in Nederland komt nogal wat af. En dat zou dan met name moeten gaan gelden in de jaren 2012 en later. We hebben een redelijk zicht op de financiële risico's en de noodzaak tot bezuinigen voor 2011. Maar de grote noodzaak tot bezuinigen zal vooral gelden vanaf 2012 en later. En daar zijn we in het college nu in gesprek met elkaar over. En we zullen daar kort na de vakantie, want ja, het is bijna zomerreces, ook voor het college, wethouders gaan ook op vakantie. We zullen kort na de zomervakantie daar weer verder met elkaar over spreken en er ook mee naar buiten komen. Want dat is natuurlijk ook van belang. Maar we zullen gebalanceerd proberen om zo goed mogelijk een sluitende begroting te krijgen. Want dat is opdracht 1. Mm-hmm. De begroting moet wel sluitend zijn. En over de promotie. Promotie ziet natuurlijk op het bekendmaken, hè, Schiedam. Bekendmaken van Schiedam naar buiten toe. En als ik u dan hoorde zeggen, ja, niet elke Schiedammer gaat op de banken staan van een Giro d'Italia of een Sinterklaas. Dan moet ik er gelijk bij zeggen, Schiedammers die daarvan genieten, prima. Maar als we het hebben over promotie en bekendheid van Schiedam, is dat natuurlijk ook gericht op mensen die niet in Schiedam wonen, die niet Schiedammer zijn. Mm-hmm. Het gaat om het promoten van de stad. Ja. En op lange termijn kan dat in het voordeel van alle Schiedammers zijn. Nou, vind ik een mooie afsluiter. We gaan de zomer tegemoet. Bent u een man voor aan het strand onder een parasolletje en dan eens rustig te gaan nadenken over wat er de komende jaren gaat gebeuren? Of gaat u lekker wandelen in de bergen? Ik doe heel veel dingen op een vakantie. Ik ben nogal een cultuursnuiver. Dat vind ik heel prettig. Maar ik kan ook ongelooflijk genieten van eens een middagje op een terras en gewoon de mensen zien langslopen. Ja. Stevige wandelingen maken. Ik heb altijd een berg boeken bij me. Dus bij mij is het van alles wat. Nou, maar ik lig niet 3 weken aan het strand. Dat nee, niet. Dat is duidelijk. Ja. Dan gaan we aan van wat het terras betreft maar een klein beginnetje maken. Ik bedank u hartelijk voor dit eerste gesprek. Komende maanden, misschien wel jaren, gaan we natuurlijk verder. Dan komen de zaken heel concreet aan de orde. Maar vooralsnog prettig even.
even met u kennis te maken, ook voor de Schiedammers. Zij weten nu wie wethouder Mostert is. Vroeg ik tenslotte echt als allerlaatste aan Hekman ook. Bent u een man die op straat loopt en aanspreekbaar is? Absoluut. En dat weten de Schiedammers overigens al, want ik word heel veel aangesproken. Duidelijk. Ja. Ik wens u fijne vakantie. Dank u wel, u ook. Alsjeblieft. Ja. Lieve mensen, we gaan dit gesprek afronden. Zoals gezegd, de grote vakantie komt eraan. En dat betekent dat we na de vakantie hopelijk weer terug zijn met nieuwe afleveringen van Stadserf, waarin we praten met burgemeester en wethouders. Tot de volgende keer.